Nieuwe maatregelen, die vanaf 16 maart door de Rijksoverheid zijn afgegeven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben ook in Westland een grote impact op het dagelijks leven. Nou, het zijn bijzondere tijden. Ik denk dat niemand dit ooit heeft meegemaakt eerder. En het is voor ons allemaal zoeken naar de juiste oplossingen en de juiste antwoorden. Dat is ook een beetje zoeken en ondervinden. Wij doen er als gemeente alles aan om het leven zoveel mogelijk gewoon het doorgang te laten vinden. Maar we hebben natuurlijk wel de beperkingen. Mensen moeten zoveel mogelijk thuis werken. Scholen zijn gesloten. De horeca is dicht. Mensen in de zorg die zijn natuurlijk volop aan het werk. Met ook alle risico's die daarbij horen. Mensen die thuis wonen en die oud zijn, die komen waarschijnlijk wat minder snel nu de deur uit. Ook wel een beetje bang waarschijnlijk voor datgene wat er gebeurt en wat er speelt. Dus wat dat betreft hele bijzondere tijden. En dit zijn ook tijden die het vragen om met elkaar de schouders eronder te zetten en even goed naar elkaar om te zien. Allereerst hebben wij besloten om alle ambtenaren thuis te laten werken. Om zodoende het verspreiding van het virus tegen te gaan. Onze publieksbalie is alleen nog open voor de hoogst noodzakelijke afspraken. Voor de essentiële diensten die verleend moeten worden. We hebben ervoor gezorgd dat het ophalen van het huisvuil zo ongestoord mogelijk doorgang kan vinden. Ook als het coronavirus wat heviger gaat worden. Dat geldt ook voor de zorg, ouderenzorg, jeugdzorg. We zorgen er gewoon met elkaar voor dat datgene wat moet gebeuren vanuit de zijde van de gemeente, dat dat ook zo lang mogelijk ongestoord doorgang kan vinden. Ik had gesproken met een aantal vrienden, familieleden, het zijn allemaal kwekers. En die werden echt ernstig hard getroffen door deze recessie eigenlijk die nu gaande is, door het coronavirus. En ik voelde echt de behoefte om daar wat mee te doen. Dus ik zat s'avonds op de bank en ik zat te denken, we moeten zoiets creëren als de Ice Bucket Challenge. Dus andere bedrijven ook uitdagen om het personeel een bloemetje te geven. Zodat die, als die thuis aan het werk zijn of verplicht thuis zitten, een gezellig huis hebben. Maar dat we ook de kwekers die het nu heel zwaar hebben, een hart onder de riem kunnen steken. Het is super dat we niet alleen maar denken in de zin van hoe gaan we nu de coronacrisis doorkomen. Maar hoe gaan we ook denken van hoe gaan we de sectoren die het moeilijk hebben nu ondersteunen. En hoe gaan we even aandacht besteden aan die mensen die juist in deze tijd even wat meer aandacht nodig hebben omdat ze het huis niet uit kunnen. Waar we ontzettend veel energie in steken is zorgen dat de economische gevolgen zo goed mogelijk opgevangen gaan worden. We maken ons sterk voor de bloemsierteeltsector. We maken ons ook sterk voor de horecasector. En zo zullen er ongetwijfeld nog andere groepen zijn waar de crisis nu hard aankomt. Zeker in economische zin. Maar voor ons mag je verwachten als gemeentebestuur dat wij voor het bedrijfsleven in het Westland onze uiterste best doen om te zorgen dat de gevolgen die dit met zich meebrengt, proberen tot een minimum te beperken. Dat zal best lastig zijn, dat zal misschien ook niet altijd lukken. Maar we gaan ons echt uiterste best doen om dat te bereiken. Wat heel belangrijk is, is dat mensen een beetje naar elkaar omzien in deze tijd. Er zijn mensen die het misschien wat eenzamer zijn, die nu nog eenzamer zijn omdat ze in huis moeten blijven. Kijk daar even naar om. Kijk even naar je buren. Kun je wat voor hen doen? Dat is van belang. Het is ook van belang om de regels die de overheid stelt, om die in acht te nemen. Houd een afstand tot elkaar. Zoek niet de grote groepen mensen op. Blijf weg van grote bijeenkomsten. Houd alle voorzorgsmaatregelen in acht als het gaat over de gezondheid. En wat ook heel belangrijk is, zeker ook voor de jeugd. Ik snap dat er behoefte is aan wat vertier. Maar zoek elkaar nu echt niet op. Het is niet handig om nu met elkaar met tientallen in een hok te gaan zitten. Het is echt in het belang van iedereen dat we dat even niet doen. En ik roep op de ouders om daarop toe te zien. Ik roep de jongeren zelf op om dat nu even niet te doen. En als dit allemaal voorbij is, is er weer volop tijd om volop te feesten. Wilt u op de hoogte blijven van het coronavirus in Westland? Kijk hiervoor op www.gemeentewestland.nl/coronavirus. Wat ik aan het begin ook al zei, het zijn bijzondere tijden.
En wat er allemaal gaat gebeuren en wat er allemaal nog op ons afkomt, ik weet het niet. U weet het niet. We zullen het met elkaar moeten doen. U maakt zich waarschijnlijk zorgen voor de toekomst. Ik maak me ook zorgen voor de toekomst. Ik heb kinderen, ik heb ouders. Wat dat betreft, we hebben samen dezelfde problemen, dezelfde uitdagingen. Maar ik ben ervan overtuigd dat we dit met elkaar tot een goed einde kunnen brengen. We slaan ons er met elkaar doorheen. Samen de schouders eronder. Op zijn Westlands. Aandacht voor elkaar. Aanpakken en doen.